Ja, Centrale is werkelijk een fantastische plek. Je voelt je hier echt gewoon in een gigantische ruimte. En wat heb je daar? Jetstream. Kom even hier, Stef. Jetstream. En Jetstream is de plek waar Nederland gestreamd wordt. Jeff, staan er nou ook gewoon die duizenden videostreamers van jou? Nee, je hebt het kantoor. De streamers die staan al in Amsterdam en Haarlem. Oh ja. Heb je nog zelf, hoeveel streams host jij per jaar? Miljarden. Miljarden. Ik hou er niet meer bij. Je houdt er niet meer bij. En heb jij dan zelf al dat ijzer nog? Of is dat ook allemaal gewoon nee, nu clouddiensten? We hebben wel wat service, maar dat is eigenlijk alleen maar het centrale beheerdeel. Maar de rest is allemaal geoutsourced. Hè. We kopen gewoon cloudcapaciteit in. Ja, en je zorgt gewoon dat het werkt. Dat is eigenlijk je bijdrage. Ja, we verrijken die cloud met slimme features. Ja, wat zijn je grootste klanten? Op dit moment, Ajax bijvoorbeeld. Ja? Ik weet zelf niet helemaal wat. Nee. Ja, omroepen doe je ook nog? Ja, internationale omroepen vooral. Internationaal? Ja. Nederland doe je niet meer? Nee, dat doen ze zelf. En dat doen ze dan drie keer zo duur en met veel meer problemen en dat soort zaken. Ja. Wat zijn de grote trends in videostreaming? HTTP streaming, dat is voor mobieltjes. Ja. Dan zet je naar iOS devices kan, naar tablets, naar Androids. En waar wij heel erg op focussen is niet meer het streaming zelf, want dat is, ja, dat kan iedereen tegenwoordig wel. Ja. Maar het beheersbaar maken en die workflow aanpassen. Dus als een klant zegt, ik heb daar een encoding farm en ik heb daar nog live encoder staan en ik moet naar die website toe en ik moet naar die player toe. Ja, dus gewoon als het geen niet mainstream is, het is moeilijk complex, dan komen jullie... Wij hebben gewoon allemaal technologie om dat aan elkaar te knopen. We kunnen het heel snel aan elkaar knopen. Dus, wij zijn niet de goedkoopste, we zijn ook niet de duurste. We zijn wel de slimste. De slimste in Groningen in de mediacentrale. Het slimste, omdat kijk, als je alles aan kan knopen, dan ben je soms maanden bezig om al die dingen gewoon te doen. Bij ons zit dat gewoon in een abonnementje. Dan log je in, dan klik je dat een beetje aan elkaar en het werkt. Heel handig. Hey, hoeveel procent is nu mobile streaming? Is dat 10%? Nee, wel meer. Ik denk dat er 25% zit al. Het gaat heel hard. Ja, en als je het zo ziet, dan wanneer gaan we door de 50% heen? Een paar jaar. Toch nog een paar jaar? Ja, een paar dit jaar. Jaar nog niet? Nee. Volgend jaar? Nou, kijk, we hebben heel veel legacy klanten. Ja. En dat zijn klanten die allemaal nog oude protocollen gebruiken en hun eigen ding doen. En die zeggen, ja, het zal wel, dat mobiel doen we er een beetje bij. Maar alle nieuwe klanten, die gaan alleen maar voor mobiel. Het interessante werk gebeurt hier in de mediacentrale in Groningen.